Het is maandagochtend op het hoofdstation. Lange stromen reizigers bewegen zich met het openbaar vervoer van huis naar werk of school. Met als gevolg dat tijdens de spits de treinen vol zitten en mensen moeten staan. Om de drukte meer te spreiden heeft vervoersbedrijf Arriva een app gelanceerd die reizigers moet stimuleren om buiten de spits te gaan reizen. We hebben gezien dat de afgelopen jaren de hoeveelheid reizigers hier in Noord-Nederland in de treinen enorm is toegenomen. Ja, dat kunnen we niet alleen maar opvangen met langere treinen en meer treinen, want er zijn ook beperkingen aan. Dus we kijken nu of we mensen kunnen verleiden om, als ze niet per se in de trein hoeven te zitten in de spits, of ze dan naar buiten kunnen reizen. Om de app aan de man te brengen, trekt een promotieteam de komende 2 weken door de treinen. Er is ook een reisscanner bij, of bij wat vertraging bijvoorbeeld, zoals nu. De basis van de app is dat er een slimme reisplanner in zit. Dat betekent dat het gekoppeld is aan de overchipkaartgegevens van iemand. En het de laatst gemaakte reizen dus bijhoudt. Op basis daarvan geeft hij jou een slim reisadvies om dus buiten de spits te reizen. Zie je gelijk hoeveel punten je spaart. Maar je kunt ook heel makkelijk geld terugvragen als je bent vergeten uit te checken. Of wanneer er vertraging is en je ook aanspraak kunt maken op de geld terug bij vertragingregeling. Wanneer de reizigers ervoor kiezen om buiten de spits te gaan reizen, verdienen ze punten waar ze leuke producten mee kunnen krijgen. Ja, en dat is heel divers. Hè. Je kunt prijzen of punten sparen voor een korting bij de kapper of bij musea of voor een kopje koffie op het station hier bij de kiosk. Voorlopig gaat het om een proef van een jaar. Behalve in Groningen kan er ook met de app in Friesland en op de Vechdallijnen in Overijssel gereisd worden.